Nou Valko, we staan hier hartje Amsterdam, centrum Amsterdam, voor mijn accommodatie. Je ziet toch erg kleinschalig in de laatste jaren toch geweldige prestaties. 5 meter jonge duifhok met hier aan de rechterkant oude duifhokken, 2 stuks, ook 1,05 meter, dus totaal 10 meter. Dus heel veel ruimte heb je niet nodig om duiven te houden. Je ziet, de charme is wel van Amsterdam, een schitterend uitzicht om op de duiven te wachten. We zien daar de Westertoren, de Ringweg, achter je de Amsterdam Arena. We kijken echt over de hele stad heen, Rembrandt-toren. We kunnen echt 10 kilometer rondom kijken en ook de duiven opwachten. Alleen de duiven naar beneden brengen, dat is minder leuk. Dat zul je begrijpen. Het voer omhoog en de mest naar beneden, dat zijn de mindere dingen. Maar het uitzicht, het zaterdags wachten, dat is echt top. Nou Falco, dit zijn de bruidsduifjes. Voor als we nog ooit eens gaan trouwen, het is er een nood van gekomen, maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Nee, gekkigheid natuurlijk, dat zijn de lokkers, die gebruik ik alleen bij de jonge duiven. Ik denk toch dat het belangrijk is tegenwoordig met het binnenkomen, ja, iedere seconde telt. Dus ja, die jonge duiven reageren er goed op in het seizoen. En ja, dit zijn puurduifjes om te lokken, zoals je wel begrijpt. En ik moet je zeggen, ik ben er altijd tegenstander van geweest, want ja, het is toch ook weer extra werk. Maar het werkt goed. Ze komen er in het seizoen supersnel op binnen. En die wonen in dat broedhok daar? Die wonen daar in dat hokje. En het zal niet het allerbeste leven wezen wat je je voor kan stellen als duif, maar ja, ze moeten er genoegen mee nemen. Er zijn slechtere plekken te vinden. Eén is er al weg. Het begint al goed. We hebben er nog 3. Ja, dit is het kleinste weduwnaarshokje van Nederland, denk ik. Daar zitten we duifjes in waar ik het een en ander mee probeer. En dan bedoel ik nu op de Vitesse. Ik heb wat nieuwe duifjes bijgehaald. Het mooiste is natuurlijk als het zo klein is dat je de duiven ook aanhankelijk kan maken. Dat ze een beetje met je knokken. Je ziet het. Ze zijn erg tam. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is in de moderne duivensport. Om een klein beetje band met je duiven te hebben. Het moet ook hobby blijven. En ja, ik vind het leuk om zo'n klein hokje die duiven te proberen te motiveren. En ik denk dat het op zo'n klein hokje veel makkelijker gaat. Als op een heel groot hok. Je ziet het. De ketel hangt erin voor de verwarming. Dus het is in ieder geval die temperatuur. Ik heb wel gemerkt dat ik het wat meer moet bevochtigen. Want door de droge lucht hebben ze er in het begin wel wat last mee gekregen. Maar nu de laatste week gaat het beter. Het was even zoeken. Ik heb er een natte doek nu opgehangen. Ik zal het even laten zien. Het was heel simpel, maar het maakte wel degelijk verschil. Ik heb er nu een natte lap aangehangen, waardoor de lucht in dit hokje vochtiger is door de cv. En de laatste week gaat het beter. Dus zo blijven we rommelen en zoeken. Dat is ook een onderdeel van de hobby, om fouten proberen eruit te halen. We staan hier in het grote weduwnaarshok. Hier heb ik een 526 weduwnaars in zitten. Dit hok is in deze situatie al een jaar of 25, zo lang speel ik hierop. Ik heb hier altijd hele goede prestaties op gehad. Hier heeft bijvoorbeeld ooit de Falco gezeten. Beste duif van Nederland 2005. Ja, zo'n hokje dat geeft toch iets nieuws. Iedere duif die daar weer voor kiest om erin te komen, heb je de hoop jaarlijks dat het weer een topper mag zijn. Zoals je hier ook ziet, als jonge duif worden ze tam gemaakt. Daar heb je ook als oude duif veel plezier van. Ik kan iedere duif gewoon rustig benaderen. Ik kan ze een beetje snoepzaad geven in hun hokje. Ze vliegen er niet als een gek uit. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Duiven moeten toch redelijk tam zijn.
Ze hebben vanmorgen een bad gehad, daarom zie je wat natte plekken in het hok. Normaal is het echt prachtige mooie mest, zoals je wel kan zien in de broedhokken. De vloer is nog niet helemaal droog, omdat ze vanochtend een bad hebben gehad. We zijn op maandag vandaag, zaterdag thuis gekomen. Zondag eigenlijk een redelijke rustdag voor mij en voor de duiven. Zondag gaan ze niet uit, worden wel gewoon goed verzorgd, maar ik laat ze niet trainen. En dan op maandag een bad en dan gaat het de training en het systeem eigenlijk weer beginnen om ze optimaal voor aankomend weekend weer geprepareerd te krijgen. Kom maar jongens, kom maar. Kom maar. Kom maar. Voor de maandag staan de duiven er best weer aardig op. Ze hebben zaterdag een vluchtje gehad van 200 kilometer. Het was mooi weer. De duiven die moeten op hun top komen met de dagvondvluchten. Daar mogen ze niet te veel in boeten. Je ziet, maandag zijn de duiven eigenlijk alweer super goed in orde. En ja, als die nog een paar dagen goed verzorgd worden, dan zijn ze er volgens mij weer helemaal klaar voor. Dit is Falco, een van mijn betere duiven op het ogenblik. Dit is de 66. Hij is afgelopen jaar de beste duif van het rion, van de vereniging en van het district. En het district zijn twee rions samen, rion E en rion F. En dan praat je toch over een gemiddelde van 5.000-6.000 duiven per week, waar deze duif de beste van is. Dus ja, daar zijn er toch niet heel veel van. Kom maar, kom. Kom maar, kom. Nou, dit is eigenlijk mijn beste hok. Net als in het doffershok in tijd van 20, in de periode van 20 jaar is hier helemaal nooit iets veranderd. Als een hok prima marcheert, dan wil je daar niet te veel aan veranderen. Ja, weduwe duivenhok, een geweldig hok. Moeten er niet te veel in zitten. Er zit er op het ogenblik 31 in. Dat is voor dit hok geweldig. Heb ik ook mijn beste prestaties op behaald. Ik heb er wel eens 40 in gehad. Dat was gewoon te veel. Dan liep de conditie van de duif verschrikkelijk terug. Dus ja, dat is toch ook heel belangrijk. Niet te veel duiven in een hok. Als je de accommodatie hebt om heel veel duiven erin te zetten, natuurlijk prima. Maar op een wat kleinere accommodatie moet je toch wel je aantal heel goed in de gaten houden. En ik hoop dat het op de film goed tot uiting komt. Duiven zijn nu al in een topconditie. Terwijl de beste vluchten voor deze duiven toch nog moeten komen. Het zijn hoofdzakelijk midvond, dagvond duiven. We zitten nu op de vierde Vitesse vlucht. Duiven zijn nu al echt naar mijn zin. Zitten zwaar ook in het voer. Daarom komen ze op de Vitesse niet echt heel goed naar voren. Ze krijgen voldoende, maar van een hele zware mengeling. Waarbij ik hoop, als we straks de vluchten krijgen van 600-700 kilometer. En dat het ook zwaar weer is, want daar moet je ook een beetje geluk mee hebben natuurlijk. Worden het straks vluchten zuidenwind 1500-1600 meter, 600-700 kilometer. Dan zijn er natuurlijk toch weer veel meer duiven die dat kunnen. Als dat het een vlucht van 700 kilometer zou zijn met een noordoostenwind of een noordwestenwind. Dan vallen er op de laatste 100 kilometer toch heel veel af. Dus nogmaals, ik gun iedereen zijn mooie vluchten. Maar dagvond spelen met een harde noordenwind, noordoostenwind, dat zijn heel andere vluchten als met een zuidenwind. Geef ze nu een pindaatje. Daar zijn ze echt hartstikke gek op.
moet je ze wel als jong leren eten. Anders dan eten ze er niet één, laten ze ze allemaal liggen. Maar je ziet het daar, we zijn er echt ontzettend gek op. Proberen de pinda's gewoon overal weg te halen bij je. En dat vind ik ook gewoon leuk. Ik weet niet of je er nou harder door gaat vliegen. Maar het zijn gewoon momenten dat je nergens anders aan denkt dan lekker aan de duiven. In dat gejaagde leven wat we leiden. Zijn dit toch prachtige mooie momenten. Tussen de duiven. Heerlijk een beetje spelen. Na het werk, lekker ontspannen. Falco, ik heb hier ook weer de duivensport. Ik heb er geen geheimen in. Ik probeer wel gewoon dingen uit. Omdat je ook moet proberen om de concurrentie toch een beetje voor te blijven. En dat moeten dan toch slimmigheden zijn. Dus ik heb hier 14 davinnen, jaarling davinnen. Ik denk dat die er het best geschikt voor zijn. En die verduister ik eens heel lang door. In de hoop dat die vooral op de laatste vluchten, dat zijn twee vluchten van hoog in de 700 kilometer, dat die dan het verschil moeten maken. Maar ja, nogmaals, zekerheid is er in de duivensport niet. Door er heel weinig licht in te laten en ze krap te houden in het voer, probeer ik de vorm wat uit te stellen. En dat ze me straks op de laatste twee vluchten blij gaan maken. Is heel weinig licht? 6 uur licht hebben ze op het ogenblik. 18 uur donker, 6 uur licht. Wat zeg je? Nou ja, dan wil ik proberen tot, laten we zeggen, half juni. En dan het licht erop. Want ze hebben natuurlijk nog een aantal weken nodig om dan de vorm te krijgen. Ik weet alleen niet of ik ze ongekoppeld krijg. Of kan houden tot die tijd. Want zoals je ziet, ze worden nu ondanks het weinige licht worden ze toch al weelderig. Dus ik hoop niet dat er straks heel veel eieren in het hok liggen. Want ja, daar zal het denk ik een probleem gaan geven. Maar we gaan het proberen en we gaan het zien. Kom maar, kom. Kom maar. Nou, je ziet Falco, ik heb wel een band met mijn duiven. Ik zou er niet aan moeten denken dat er duiven zijn die de hele dag om je hoofd heen vliegen. Ze moeten niet handtam zijn zodat ze de hele dag op mijn rug zitten. Maar ik vind het wel belangrijk dat je ze gewoon aan kan raken als dat nodig is. Dat je ze op een normale manier kan pakken. En dat ze ook een beetje naar je toe komen. Ik denk dat de band tussen de liefhebber en de duif, die is belangrijker als de meeste mensen denken. Althans, mijn inziens is dat het geval. Ja, en nogmaals, dit is toch de hobby, de duivensport. De rust die je terugvindt in het drukke Amsterdam. Op je platje, midden in de stad. Ja, dit is toch uniek. Dit zijn momenten van genieten. Zaterdags kan dat minder zijn, als we natuurlijk hartstikke laat zitten. En we zijn ja, niet heel snel tevreden. Dan vroege duiven en dan zo heerlijk tussen je duiven zitten. Dat zijn momenten dat ik echt geniet. Nou, dit is mijn andere jonge duivenhok. Dit is dus ook het gedeelte, ongeveer 2,5 meter van die 5 meter die we van buiten zagen. Er staat een tussenwandje in. Met in het tussenwandje een schuifje waar de duiven doorheen kunnen. Dus als de mooie vluchten komen, voor mij mooie vluchten, de NPO-vluchten, jonge duiven, dan ga ik de geslachten scheiden. En dan speel ik de doffers en de vinnen apart. Dan toon ik ze op vrijdag een periode. En dan hopen we bij de eerste te spelen. Om het heel lang te spelen, dat vind ik niet te bevorderlijk voor de duiven. Ik probeer ze zo lang mogelijk bij elkaar te hebben. En dan in de laatste 3-4 weken ze nog te scheiden. De duiven die gaan beter trainen als je ze scheidt. Het kost alleen meer tijd. Ik ben drie uur 's avonds bezig met uitlaten. En als ik dan ook natuurlijk de jonge duiven ga scheiden, dan komt er nog een uur bij. Dan is het wel wat verder in het jaar dat we ook wat meer licht hebben.
Maar ja, 4 uur bezig zijn dat, in de avond, dat hou je natuurlijk niet heel lang vol. En ja, je moet natuurlijk zelf ook flink gestimuleerd worden. Dus 4 weken gescheiden spelen, dat is eigenlijk het maximale voor mij. De duiven heb ik nu wat korter. In het voer. Dan kan je ze wat beter naar je toe halen. Dat ze lekker uit je hand eten. Daar heb je de rest van het duivenleven plezier van. Als oude duif herkennen ze dat ook gelijk weer. En blijven ze lekker tam, mak. Dat vind ik wel heel belangrijk.